zandsculpturen. Bijzondere creaties opgebouwd uit miljoenen losse korreltjes. Ware kunstwerken zijn. Gemaakte kunstenaars? Eén ding is zeker. Er is een team van goed samenwerkende mensen nodig om deze prachtige sculpturen te kunnen bouwen. Voor dit sculptuur is een flinke groep mensen lang en hard aan het werk. Er zijn kunstenaars bij, maar ook veel studenten, jonge werkende mensen, oudere jongeren. Kortom, een bonte verzameling van mensen die samen één ding gemeen hebben. Ze zijn gek van zand en teamwork. Teamwork is dus het magische woord. Samen werken naar een gemeenschappelijk doel. En als het even kan, op een leuke en uitdagende manier. De ultieme uitdaging vindt u in de Zandacademie Zoetermeer. Hier bouwt u, samen met al uw collega's of relaties, zelf zandsculpturen. De Zandacademie heeft haar prachtige indoorlocatie vlak naast het grote Siemenscomplex, direct aan de A12. Hier kunnen groepen van 10 tot 200 personen zandsculpturen bouwen. Onze bijzondere ruimtes lenen zich ook uitstekend voor vergaderingen, productpresentaties of congressen. Bovendien biedt de Zandacademie op maat gesneden trainingen. In de Zandacademie krijgt u de kans om eens op een andere, vernieuwende manier met uw collega's of relaties samen te werken. Maar hoe gaat dat nou, zo'n programma zandsculpturen bouwen? Nadat u uw teamgenoten heeft gevonden, kunt u aan de slag. De bekisting moet worden gevuld met een laag zand, dan water erbij, goed aanstampen en vervolgens de volgende laag. Net zolang tot de bekisting vol is. Is het eigenlijk een zware klus? Ja, dit is heel zwaar. Maar het meidenteam, die gaat het winnen hoor. Let maar op. Ondertussen moet er worden nagedacht over een ontwerp. En ja, dit gaat natuurlijk niet altijd vanzelf. Kleine goed. Wij ook, maar wij willen het. Ik denk dat jullie zelf een compromis kunnen gaan. Wat is de kracht van jullie groep? Klein maar fijn. Juist, dat is zo. Na het ontkisten, wat altijd een spannend moment is, is het tijd voor het fijnere werk. Met speciale tools snijdt u het zand weg tot de ontworpen vorm naar voren komt. De uiteindelijke vorm zit er al in. Het enige wat u hoeft te doen is het overtollige zand weg te snijden. Professionele zandsculptuurbouwers assisteren u bij het zogenaamde carven. Zij hebben de ervaring, maar u zult opkijken van uw eigen creatieve kunsten. We vertrouwen erop dat u het zand in de bekisting hard genoeg heeft aangestampt. Want anders... Wat gebeurt hier nou? We hoeven niet meer te scheppen. Een beetje met onze handen te drukken van, zo kan het. Ja, nee. Hoe kan dat nou? Nou, ik denk, we hadden natuurlijk een tamelijk zware bol. En we zijn toch aan het uitgraven en naar elkaar graven. Ja, dan wordt het natuurlijk toch wel een beetje... Kom op! Jullie hadden het gewoon te hoog in de bol. We hadden het te hoog in de bol. Maar ja, dat kan natuurlijk. Als na ongeveer 2,5 uur alle sculpturen klaar zijn, is het tijd voor de presentatie. Welk team heeft de mooiste, beste of meest originele zandsculptuur gebouwd? Afsluitend met een borrel, een uitgebreid buffet of een spetterend feest, elke bijeenkomst in de Zandacademie is een grandioos succes. Tot ziens in de Zandacademie Zoetermeer.